Zo, dames en heren, goeiedag even. Hallo, hallo, hallo. Welkom hier bij Dream Team Gaming, mensen van het goede leven. Hallo. Farming Simulator 22 is het weer, Dutch Polder. Nummertje 4, als het goed is. Ja. En er waren al wat contractjes gedaan in de voorgaande afleveringen en zo, noem maar op. Nu wil ik eigenlijk even kijken als we de mogelijkheid hebben om even een lening te nemen van, ik denk 120.000 euro. Dat wij dan, als dat lukt, dat we dan dit land kunnen kopen. Nummertje 96 is dat, geloof ik. Of 99, maar ook. Om die dan te kunnen kopen. Er zit nog drie keer een slootje tussen. Ik ren er wel even overheen, een slootje springen. Hoppatee. Dan heb je dit vlak. En nog een slotje springen. Hoppatee. Nee, dit vlak nog. Allemaal op één perceel. Had ik eigenlijk ook een beetje bedacht om misschien wat op te delen in. Misschien tarwe en dan gras. Gras. Maar. Ik heb toch. Als het allemaal mag doorgaan, tenminste. Had ik dan besloten om hier gras in te doen. Want dan kunnen wij dat maaien als het klaar is. Dan kunnen we daar kuilvoer van maken, dus balen persen en inwikkelen. Of gewoon in de bunker gooien, met de ladenwagen. Dan kunnen we zeggen, dat doen we 2-3 keer en dan de volgende ronde doen wij hooi ervan maken. En dan hebben we in principe al een groot basis voer samenstelling voor de koeien. En dat we dan daarna eventueel gewoon stro of toch een keer zelf gaan doen, dat we het gras omploegen en stro erin. Of dat we die paar pakjes stro die we nodig zijn, dan gewoon kopen de hele tijd. Wie weet hebben we dan alweer geld genoeg. Zou leuk zijn, maar dat zien we dan alweer. Eerst maar eens even zien als we überhaupt het veld kunnen kopen. Doen we even naar de bank. Doen we even op deze manier gewoon. Dan gaan we spatiebalk voor 5000. Daar gaat hij. 1. Waar staat dat nou? Lening. Lenen. Oh, kijk. Top. 80. 120. Hij wordt goedgekeurd, zo te zien. Hoi, dan gaan we even naar landaankoop. Oh, deze. Is 117.000. Hebben we ook nog een beetje over. Kopen. Ja, nou kijk, hartstikke mooi om ons eerste landje. Wil ik ook gelijk even informatie aankoop kopen. Weet ik ook precies hoe het ervoor staat. Goed, lopen we er nog even een keer heen om te kijken hoe de bodemsamenstelling is. Moet er nog kalk op, moet er nog mest op of nou ja. Noem het allemaal maar op. Vanaf als ik niet helemaal heb, ik kom er nog niet over gehad. Hé, hey, even pof, even omhoog het duimpje, geweldig mooi. En vergeet niet te abonneren naar het een beetje in smaak valt dit, hè. Heel gratis, rode knop om het video uit nog niet gedaan hebt. Niet verplicht, wel mooi. Zit niks in, moet wel kalk op en stikstof, dus oftewel mest. Nou, dan komt dat mooi uit. Dan gaan we even een dingetje erachter knopen, achter de trekker. Gaan we die even vullen. Met als eerste smaak kalk. En dan gooien we daarna wel even... Als we nog kalk over hebben, het kalk er weer uit. En dan kunstmest erin. Dan moet ik even kijken. Voor me heb ik nog geen kalker. Dat die daar staat is alleen maar kunstmest bij mijn weten. Kunststrooier en alleen mest. Geef niet, dan moet ik even een kalkertje gaan huren. Dat is op zich niet zo erg, dan kan ik het ook gescheiden houden. Ik heb een mod, dus als het goed is kan ik ook gewoon lease to own of zoiets heet dat. Nou, we doen er geen aanbouw aan, dat wordt allemaal wel erg duur. Ik vind 12 meter is ook, of 16, 18. Nou goed, doen we de schijfjes er wel bij aan. Huren we hem. Oké. Nou, rijden we eerst even naar de winkel. Zodat ik kan kalken.
Hartstikke mooi, dames en heren. Weer lekker op de Dutch polder, dames en heren. Gaat de goede kant op, moet ik zeggen. Eigen landje nou in bezit alweer. Helemaal te gek. Ben ik blij mee, ja. Mooi vroeg in de ochtend, 7 uur. 3 september, het eerste jaar op Dutch polder. En dan gaan we daar lekker straks, als het land er naartoe is, lekker even gras in zaaien. En dan moeten we daarna maar eens even weer vol gas in de contracten dat we die lening een beetje terug kunnen drukken. Hoe sneller we daar weer vanaf zijn, hoe fijner als dat is. We kunnen altijd nog een keer weer een beetje bijnemen als het moet. Om bijvoorbeeld de koeien aan te schaffen dan. En dan kunnen we bijvoorbeeld van de melk, wat dan wel weer komt, kunnen we dan misschien weer lekker de, hoe heet dat, de lening weer terugbetalen. Hartstikke mooi, ja. En dan in de tussentijd die contracten wat we dan eventueel dan weer doen, is dan mooi extra winst voor ons eigen rekening. Dan is de lening gewoon een taak voor de melk, ja. Oh ja, moet ik zelf even uitstappen. Op thee. Ja, ja. Nou, prachtig. Die zit erachter. Gaan we weer naar huis. Daar heb ik wel silootjes staan waar kalk uit kan halen als het goed is. Dus ik voor elkaar. Hoppatee. Leuk, leuk, leuk. Eindelijk ons eigen landje. Eerste stuk land hier op Dutch polder wat van ons is. Op onze schuren en alles dan. Hartstikke leuk. En dan hopen dat het plannetje allemaal een beetje lukt op deze manier. Dat ik het niet een beetje fout heb ingeschat. Dat wij gewoon een bankroet gaan en dat wij alles kunnen opdoeken. En we kunnen verhuizen naar niemands land. Hè? Met een schoffel, een schub en een hark. Blij met deze trek. Ik vind hem wel heel fijn rijden en zoals je dat zegt spelen. Ja. Kijk, een kleedje zit er niet op. Nou, top. Dan draai je toe nog. Niet op, die is top. Dat is waar voor niks. Zo. Daar nog weer bij, kom je er goed niet. Land de bouwkalk. Yes sir. Kom maar raak voor een knaak. Alleen maar geld in de gaten houden. Mooi, dat gaat wel goed. Heel mooi. Oh, dan moet ik hier het land op natuurlijk, anders gaat dat niet wat worden. Even GPS minuutje erbij. Oh ja, jazeker. Wat leuk. AB recht, AB direction. Zet ik hem meestal zelf dan wel op. Moet ik nog sensoren aanzetten? Alt B sensor inschakelen. Oké, nou dat heb ik gedaan. Mooi. Even een keertje zo mooi nog langs. Ja, we hebben allemaal net even meer ruimte. Prachtig. Hoe bezig is Dream Team? Zo.
weer een beetje achteruit met het kabinet. Hoppatee. En dan nu weer vooruit. Nog een GPS'je erbij aan. Hartstikke idee. Ook inmiddels even mooi ingesteld. En gemaakt die de mensen, zou je dan zeggen. Ja. Goed, dus onze werkbreedte 18 meter. Ja. Als ik dan straks mijn kunstmest strooien ook even op 18 kan zetten, dan kan ik gewoon deze GPS-instelling weer behouden. Zo. En zo zijn we goed bezig, dames en heren. En ja, met alles op de Dutch polder. Hoe mooi is het, hè? Je zingen in de trekker, een goed teken dat vrolijk zijn, hè, dames en heren. Allemaal aan de monitortje kijken, hoe het gebeurt, hè? Ja, zeker. Oeh, pas uit, slootje. Pas uit, kijk op. Hè. Nee, zo doen dan. Hè. Komt er ook vast wel weer in orde. Zo. Toppie toppie. En al van één keer rond geweest. En dan kan ik zometeen daar weer de baantjes oppakken op de GPS. Net zo makkelijk. Zo. Helemaal te gek. Zo, gaan we dan. Hatsiklatsie. Kijk eens, we strooien direct aan de andere kant, slootje ook direct wat mee. Hoe mooi is dat, hè? Neem ik even een slokje koffie nog, omdat kan, omdat ik het nog heb. Anders was het ook lastig natuurlijk, hè? Zo, ja, te gek man. Ik denk niet dat ik het met deze lading kalk ga redden. Misschien deze baan nog net weer wel. Zou leuk zijn. Laten we eens even afwachten, hè. Dan komen we maar op een manier achter. Dan zien we zo meteen aan het einde van deze baan. Als we het hebben gered, ja of dunny. Ach, ik ben ook wel benieuwd, dames en heren, wat jullie tot nu toe nog van de Dutch Polder serie zo op dit moment vinden. Met hoe de werkwijzes en zo allemaal nu zijn. Omdat ik nu meer met trekjaar en allemaal dat soort dingen, meer van binnen uit probeer te werken en allemaal dat soort dingetjes. Doe ik niet in elke serie. En in deze dan weer wel, ook vanaf nul noem maar op. Dan zie ik erin een zwaailamp aanstaan. Dat vind ik wel weer erg overdreven. Even de lampjes aan. Dat vind ik dat wel weer fijn. Maar drop maar eens even een reactie als jullie willen in de comments onder deze video. Ik ben benieuwd. Ik kan niet zeggen dat ik echt to real aan het farmen ben. Zo qua snelheden en werkwijzes misschien. Maar daar komt ik met digitaal boeren geen echte boeren. Maar ik maak er wel het mooiste aan. Althans, dat probeer ik. Het mooiste, beste. Ik wil mijn doen. Ja, hartstikke mooi. Het allerbelangrijkste natuurlijk. Ik doe het alleen voor de plezier, hè? Jazeker. Oh,
Zolang we allemaal maar mooi plezier hebben en een lach op het gezicht kunnen krijgen, dan is het allemaal dikke prima, hè. We zijn hier niet bezig om de beste uit te hangen of wat dan ook, dus dat is ook allemaal weer een voordeel. Liep, liep, slotje. Zo, dan ga ik eerst even naar huis. Dat is gelukkig dichtbij. Dan wil ik even meer een beetje kalken in doen. Ik denk als ik 3000 liter erin prop. Ik kan hem ook vol stouwen, want dit is een... chips. Zit hier weer in de sloot zeker? Nee. Wordt dan enigszins gelukkig. Ik ben verkeerd gereden, dames en heren. Ja, dat is echt waar. Holy mo... Ach, ja, tuurlijk. Dream Team. Je hebt de strooischijven naar huis geklapt. Oh, wat een boef. Oh, 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 wat ben ik een boef. Oepsie, kapot. Is iemand misgegaan, hè? Ja, er is iemand misgegaan. Maar ik ken buren. Doen we ook niet expres, hè? Oepsie. Blunder. Kan gebeuren. Jouwe. Mag niet gebeuren. Kan wel. Ik wil meer dan 50 jaar farming. Dat mag zoiets niet gebeuren natuurlijk, hè. Hey. Ja. We blijven positief, hè. Goeiedag. Geweldig, hè. Altijd blijven lachen, dames en heren. Zo. Prachtig. Jouwe. Doen we weer goed. Joppie. Trek de strooischijfjes maar wel inklappen deze keer. Weet je wel weer hoe was dat gaat natuurlijk, hè. Hoe kom ik hier nou weer af? Ik ben dan weer te ver. Nee. Jawel. Hier moet ik eraf. Nou, ik verdwaal nog in eigen tuin, dames en heren. Help! Hoe is het mogelijk? Daar komt nog de combine en de mudboard te staan. Oké, mudboard eigenlijk ook wel tijdelijk een beetje buiten staan. Maar ik moet mijn kalk wel onder dak hebben, maar ze gaat regenen. Eén paprietes in de kalker. En daar worden we ook niet echt dat je zegt van vrolijk van. Beetje lastig altijd achteruit rijden vind ik in farming, want je kunt ook helemaal niks tot nu toe op de spiegels. Zoals in ATS en ATS bijvoorbeeld. Even een dingetje, maar dat geeft niet. Zo, even afkoppen. Deur eruit. Oepsie. Dan mag als goed is dit mijn kunstmest strooien zijn, hoop ik. Ja. Zo. Die nog even vullen.
Even kijken, want ik heb volgens mij één silo al vol. Een kleedje vast omhoog. Zo. Deze hebben ze nog niet aan. Deze. Ik denk dan dat het deze is. Of toch niet? Nee. Ik had toch geen... Oh, wacht. Ik weet al wat ik, hoe het zit. Hier heb ik wel zaad en of mineraalvoer in. Dan heb je dit ding. Dat is voor het melk, als het goed is. En dan haal ik hier gewoon weer mijn kunstmest uit. Denk ik. Jawohl. Nou, moest eens kijken, prachtig. Moet niet te veel geld gaan kosten, want dan ben ik straks weer blut. Jeep, gas erop. Hoppapai. Hartstikke mooi, dames en heren. Kijken, welke breedte heb ik? ...18 meter, hartstikke mooi. Zal dit mijn GPS wel zijn hier dan? Op tijd, maar haar die weer. We kunnen al een beste beeld op 200 plus 200 kilo hectare. Zo. Helemaal super, super, super. Zo. Dan even een stukje achteruit. Pakken we gelijk dit baantje ook weer mee. En dan met dit gat gaan we nog een keer een rondje maken. En dan kan ik daar de GPS weer oppakken in principe. Dus, helemaal top toch? Top toch, top top. Ja. Toppen de toppen de top. Ik heb deur nog half open, dames en heren. Ik denk wel, waait me dat al die, onder die petje hier. Maar ik weet nou waarom. Ik kan het raam nog open. De deur nog los. Nou, het raam dan ook, maar. Help! Laat me maar lopen. Laat me maar gaan. Prachtig. We zijn goed bezig met de kunstmest en de bekalking, jazeker. Hoppatee. We are toppers. Een echte dream team, hè, dames en heren. Yes, yes, yes.
farmen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Binnenkort koeien kopen dan. Ja, ik zeg wel binnenkort, maar dat is eigenlijk nog wel een tijd van ons vandaan. Want we moeten eerst nog gras hierin zien te krijgen. Dan moeten we eigenlijk wel minimaal 2 rondes gemaaid hebben en ingepakt op kuil. Dan minimaal 1 ronde met hooi, het liefst zelfs 2 ook. En dan geld hebben om eventueel naar mijn stro te kopen. En dan pas de koeien. En als hij dat snel zegt, denk je, oh, dat is nog wel te doen. Maar een beetje erbij nagaat, dan kun je nagaan dat je een poos verder bent. Zitten we dan wel al in het nieuwe jaar of in het voorjaar, zeg maar. Ja, dat is ook het nieuwe jaar natuurlijk, want we zitten al in het najaar in september. Wie weet rond de kerstdagen, wie weet hebben we dan koeien. Zou het maar zo kunnen natuurlijk, hè? Ik denk er haast niet, maar het zou wel kunnen. We gaan het meemaken, we doen van ons ding. En dan zien we vanzelf wanneer wij tot in staat zijn om de koeien te kunnen kopen en onderhouden, dat is ook belangrijk. Kopen is oké, maar onderhouden is nog belangrijker. Dus, weet jij wel? Oh, onderlaatst een Dream Team. Kleine boef. Hoppatei. Dat is wat ik bedoel. Hoppa. Gas erop. Picaturen maken van dit mooie vakmanschap. Hè? Op partij. Wacht eens, hier zoeken we mooi om de koeien op partij. Zo, ik heb geknipt. Ik heb gefotografeerd, dames en heren. Zo. Prachtig. Nou, nou, 1 à 2 baantjes, dames en heren. We nemen de kunstmest er ook op. Is het land bekalkt, bemest. Dan kunnen we lekker een bak koffie gaan doen, denk ik. En dan tijdens bak koffie even bedenken wat wij verder allemaal nog willen gaan doen. Zoals het weer toelaat, gaan we met een zuimachientje erachter knopen en het gras de grond indrukken. Moet het waarschijnlijk ook nog even gewalst worden. Pok ik zo. Maar dat zien we dan wel. Als het niet het geval is, gaan we wat anders doen. En misschien knoopt me er ook nog wel even een leuk contractje achteraan. Als we het gras in de grond hebben natuurlijk. Ja. Moet een beetje bezig blijven met geld. Geld moet een beetje blijven rollen hier. Manschap viert. Maar nooit. Zo. Ja, mooi. Zo, hou buis aan, dames en heren. La 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 la. Ik zet de kunstmestrooier even voor het karretje neer. Want we hebben straks toch die hoe heet dat? Die kunstmest ding niet nodig, maar die hoe heet dat nou? De zaaimachine. Zo.
Ga hem vast hem aankoppelen. Klik, klak, klok. Yes. Ik ga hem vast even vullen. Dan vind ik het ook wel mooi geweest voor nu. Nu is het weer dicht, dan ben ik hem kwijt. Op het einde op tijd. Rijmt ook nog. Had ze flat. Ja, mooi werk. Nou, ik zeg dikke prima. Zwaar lampjes uit, gewoon lampjes uit. Deur open, trek eruit, ik eruit. Ik zeg slaap lekker. Dames en heren, dit was er weer een, hartstikke mooi. We gaan nog even gauw naar het veldje lopen, terwijl ik nog even een stukje met jullie babbel. Dames en heren, weer een mooi stukje werk verricht. Onze lening hebben we te pakken, moeten we al even terugbetalen. Dan gaan we straks weer druk mee aan de gang. Zodra ons eigen perceeltje er weer helemaal tip-top bij ligt en aan het groeien is, kunnen we er toch weinig verder mee doen. Een sleutelring, hoppatee. Maar kijk eens, perfect en perfect. Ik vind hem al perfect. En dit is het dus geworden, dames en heren. Hier komt mooi grasveld in. Kunnen wij uiteindelijk bij elkaar harken als gemaaid is. Pakjes persen, een folietje eromheen en elkaar opvoeren. Daarna verdienen we het genoeg. Kunnen we er mooi hooi van maken en dan de restant wat we nodig hebben voor de koeien en stro kunnen we nog even bij de winkel kopen. Karretje mee, prikketje. Pak je stro opladen, weer retour en dan komen we al een heel eind. En dan gaan we al mooi richting de eigen koeien en allemaal dat soort dingen. Ja, ik zie het wel zitten. Ik zeg dat we goed bezig zijn. En wat vinden jullie? Zijn we goed bezig of niet? Laat maar eens een reactie achter, even in de comments of de reactie dingetje onder de video dus. En alleen een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Het is heel gratis. Niet verplicht, wel mooi. Ik zit nergens aan vast, maar je support mij wel direct. Met één gratis klik. Dus zo simpel en mooi kan het zijn. Maar dat is aan jullie. Je wil maar zelf weten. Niks is verplicht. Moet er goed bij voelen. Dames en heren. Ik ben weer dik tevreden. Ik heb weer genoten. En dan ga ik een bakje koffie doen hier zo in de game. Maar het is al wacht. Dus ik heb me wel weer verdiend. Morgens. Dus toppers. Bedankt voor het koekeloeren. Bedankt voor alles sowieso. Blijf gezond, hoop ik voor jullie. Dat het zomaar zijn. En dan tot de volgende keer maar weer. Bye bye. Twice bye. En kalamandum. Dom verandum. Hey, hey, hey. Hey, laters mensen. Dank u, dank u.